Nou, dat wint is eigenlijk heel bijzonder, omdat het eerst is, het is heel erg oud. Het valt te verwachten dat het 17e eeuw zal zijn. Hij zit er heel vol van, Paul Borghaert Zuid Jesterein. Hij had zelfs een mooie pleats en kwam erachter dat hij ouder wie als tocht. Terug de oorsprong en leeftijd van de binten, oftewel de draagconstructie, van de skworre te onderzieken. Daarnaai volgen nog 64 pleatsen voor onderzoek. En toen heb ik bedacht dat ik dat noem digitaal documenteren als vorm van behoud. Dat is namelijk ook een manier van behouden. Als je het gebouw niet kunt behouden, documenteer het dan in ieder geval. Joet bijvoorbeeld op de pleats van Martin Lankester. De pleats is van 1813, maar de binten binnen volle ouder. Hij vindt het wel speciaal. Het is een Rijksmonument en ik ben hier al haast 40 jaar. En je beziek je het dan een beetje te behoorden voor de toekomst, zeg maar. Zo goed en zo kwijt als dat gaat, dat is natuurlijk net altijd zo makkelijk. Maar het jouwt wel wat extra scheuren aan het verhaal, ja, vind ik wel. En wat het nog specialer maakt, is dat het onderzoek oppikt is door een internationaal wetenschapper, Erhard Pressler. Hij docht al jaren onderzoek naar pleatsen van Frankrijk oont naar Scandinavië. Hij wil Borghaerts graag helpen. Es ist für meine Begriffe sehr wichtig, weil die Bauten, wie wir sie hier vor uns haben, eigentlich sehr wenig untersucht worden sind. Hartstikke mooi verzeld, dat boarin en dat witten. Maar wat matten we ermee? En had het ook consequenties? Want aanstocht blieken dat alle pleats een monument binnen en neerwer wat sloopwerk in. Je kunt van Friesland natuurlijk geen museum maken. Dus je kunt maar een beperkt gedeelte bewaren. En daarvan zeg ik, zorg dat je weet welk gedeelte je bewaren wil. En scherm dat op tijd af, voordat er daar ook niks meer is. Takumir Silborgaerts publiceer je oerzien onderziek.